Twee jaar geleden nam ik de moeilijkste beslissing van mijn leven. Na een huwelijk van vier jaar ben ik gescheiden van mijn man. Voor ons huwelijk woonden we al zes jaar samen, we kregen een dochter, Merel. Toen Merel één jaar was, zijn we getrouwd. Alles leek prima in het begin, we waren gelukkig. Maar na een paar jaar kreeg ik twijfels, en na vier jaar huwelijk was het afgelopen voor mij. Ik hield niet meer van mijn man en ik voelde me niet vrij in mijn huwelijk. Ik ben altijd een ondernemend type geweest en droomde van een eigen bedrijf. Na mijn scheiding kon ik eindelijk mijn droom waarmaken. Met hulp van familie en vrienden ben ik een. Winkeltje in woonartikelen begonnen.